Mijn naam is Johan Krijgsman, manager Monitoring and Transition bij NICTIS, het Nationaal ICT-instituut in de zorg. NICTIS is een expertisecentrum op het gebied van standaardisatie en e-health. E-health, en als onderdeel daarvan mHealth, is een belangrijke ontwikkeling die de manier waarop zorg wordt geleverd de komende jaren sterk moet gaan veranderen. Er zijn ontzettend veel voorbeelden van e-health en mHealth. Online herhaalrecept aanvragen bij je huisarts, op afstand door je medisch specialist je gezondheid laten monitoren, je eigen bloeddruk meten en bijhouden met een iPad, of bijvoorbeeld met je iPad beeldbellen met thuiszorg. Maar hoe zit het nu eigenlijk met het gebruik van e-health en mHealth? Waar maken artsen, verpleegkundigen en vooral ook patiënten gebruik van? Het antwoord erop is te vinden in de jaarlijkse e-health monitor. De e-health monitor is een doorlopend onderzoek van NICTIS samen met het NIVEL, waarin we jaarlijks de stand van zaken op het gebied van e-health in Nederland in kaart brengen. Het Mobile Health Congres heeft de primeur van de e-health monitor 2014. Want in Zeist presenteren we dit jaar voor het eerst de resultaten van ons onderzoek onder 750 verpleegkundigen, ruim 400 artsen en 750 zorggebruikers. Dus als jij wilt weten hoe het staat met e-health en mHealth in Nederland, kom dan op 9 oktober naar Vigie in Zeist naar het Mobile Healthcare Congres.